Hallo iedereen en goed dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Easy Dutch. Naast mij staat Jeroen. Hij is een nieuwe host van Easy Dutch. Hij zal ons team versterken. Jeroen, de microfoon is voor jou. Wat gaan we doen vandaag? Ja, dankjewel Tim. Heel leuk om jouw nieuwe host te mogen zijn. Vandaag zijn we in Utrecht en we gaan het hebben over films. Laten we beginnen. Wat is je favoriete film? Oh jee, The Lion is de eerste die hem opkomt. Ik weet niet of je die kent. Kun je vertellen wat daarin gebeurt? Even kijken, dat gaat over een jongetje. En die raakt zijn familie kwijt, volgens mij. En dan emigreert hij volgens mij naar Australië. Of daar wordt hij opgevangen door een familie. En dan, naarmate hij ouder wordt, probeert hij zijn familie weer terug te vinden. Vanuit het land waar hij vandaan komt, zeg maar. En ze gebaseerd op een waargebeurd verhaal, dus dat vind ik altijd wel mooi. Mijn favoriete film? Ik denk toch Taxi Driver van Martin Scorsese. Omdat het heel erg gaat over eenzaamheid. En dat ze het heel erg vanuit het perspectief van een veteraan bekijken, weet je wel, die heel veel heeft meegemaakt. Eigenlijk de stad om zich heen een beetje vies vindt. Het schoon wil maken, weet je wel, zich niet thuis voelt. En die steeds dieper in zijn soort van eigen wereldje beland. Mijn favoriete film, eigenlijk een beetje cliché denk ik. Mijn favoriete film is The Godfather, oftewel De Peetvader in het Nederlands. Omdat het gewoon echt een geniale film is. Hij is ook echt heel oud. Maar ondanks dat hij heel oud is, voelt hij niet oud. Hij voelt niet traag. Het is een film van wel 3 uur. Maar je kijkt het gewoon als een film van 1 uur. Omdat het gewoon echt een hele goede film is. En de stijlen van de tijd van de beginjaren 20, wat is het, 30, die worden ook goed weergegeven in de film. Dus ja, ik vind het wel echt een mooie film. En weet je, One Day. Ja. Kun je vertellen wat daarin gebeurt? Dit is een boek dat ik ook heb gelezen, die is verfilmd. En het gaat over een stel die elkaar steeds weer verliest en steeds weer bij elkaar komt. En het is een heel mooi, beetje tragisch verhaal, maar wel heel mooi. Klinkt mooi inderdaad, ja. Klinkt mooi. Kun je vertellen waarom je dat een mooie film vindt? Je kan hier iets bij voorstellen. Het gaat over jonge mensen die aan het studeren zijn. En wat was beter, het boek of de film? Ja, het boek wel. Ja? Want daar had ik mijn eigen voorstelling bij, dat wel. Maar gewoon het verhaal, ik vind het goed verfilmd. Ja, ik ga toch met de klassieke Star Wars films, man. Episode 4, New Hope. Ja. Kun je vertellen wat er in die films gebeurt? Ja, staat je religieuze ridders met lichtzwaarden die een soort jihad voeren tegen een of andere keizerrijk met allemaal de force, een soort magie en weet ik het allemaal. Dus, het slaat nergens op, maar het is heerlijk om te kijken. Ik kijk niet heel veel films. Ik heb vroeger wel heel veel films gekeken. Ik ben liever gewoon een boekje lezen en ik denk dat ik dat leuker vind dan films kijken. Saving Private Ryan. Kunt u vertellen wat er in die film gebeurt? Dan gaan ze op zoek naar een soldaat waarvan twee broers al dood zijn. En dat de Duitsers verslagen worden, dat vind ik prachtig natuurlijk. Een mooi moment in de geschiedenis geweest voor de geschiedenis, ja zeker weten. Wat een vraag. Ik kijk niet zoveel naar films. Meer documentaire en dat soort dingen. Weet je, natuur. En ik kijk veel op Frankrijk, want eigenlijk ben ik van oorsprong Franstalig. Dus die hebben altijd waanzinnige mooie films. Tenminste, mooie documentaires. Ah, mooi, mooi. Want waar komt u vandaan als ik vraag maar? Ik kom eigenlijk uit Franstalig België. Shakespeare in Love. Ja, en kunt u vertellen wat er in die film gebeurt? Het is eigenlijk een soort samenkomst van allemaal Shakespeare-verhalen in een romantisch verhaal waar Shakespeare zelf de rol in speelt. Maar waar dus heel veel referenties naar al zijn andere werken in zit. En ik hou ontzettend van kostuumdrama's. Mijn favoriete film is Apocalypse Now. Kun je vertellen wat voor film dat is? Ja, dat is een film over de Vietnamoorlog. En hij is in de jaren 60 is hij uitgekomen. Het is een hele lange film en het gaat over een Amerikaanse militair die een hele geheime missie krijgt. En verder kan ik niet heel veel meer verklappen. Dat moeten de mensen zelf maar kijken. Ja. Wat spreekt je aan in die film? Hele goede shots, hele goede, goede takes, zeg maar. Goede muziek ook. De regisseur is gewoon gek. Dus
dat spreekt me enorm aan. Ja, mijn favoriete film is denk ik Cast Away met Tom Hanks. Wat gebeurt er in die film? Ik weet eigenlijk niet eens meer precies wat de aanleiding is. Volgens mij is hij postbezorger, maar dan wel eentje in een vliegtuig. En hij komt alleen op een onbewoond eiland. Dus eigenlijk het Robinson Crusoe, hele oude verhaal, maar dan in de moderne tijd. Althans, moderne tijd. De film is ook alweer 30 jaar oud, geloof ik. Maar moderner dan de 18e eeuw. Zit jij nou lekker naar deze video te kijken en denk je bij jezelf, ik zou eigenlijk mijn Nederlands nog wel wat extra willen verbeteren, dan kun je lid worden van Easy Dutch. Je krijgt dan toegang tot extra oefenmaterialen. Zo zijn er extra oefenbladen, kun je alle transcripten van alle video's inzien, zodat je nog eens rustig na kunt kijken wat er ook alweer gezegd is. Daarnaast krijg je toegang tot extra audiovisueel materiaal en kun je lid worden van onze Slack chatgroep, zodat je altijd met ons kunt communiceren in het Nederlands. Ben je nieuwsgierig geworden? De links staan in de beschrijving. Ik hou wel van een beetje de crime genre. Eigenlijk alles wat Scorsese en De Niro samen hebben gedaan vind ik gewoon heel erg mooi, zeg maar. En je geeft aan dat je van films houdt die op een waar gebeurd verhaal gebaseerd zijn. Kun je vertellen wat jou daarin aanspreekt? Omdat je er zelf ook heel erg veel van kan leren, zeg maar. En je vindt er vaak ook wel erkenning of herkenning in, zeg maar. Dus ik denk dat wel een beetje is waarom ik dat interessant vind. Want wat heb je bijvoorbeeld van Lion geleerd? Hij heeft uiteindelijk dus zijn familie weer teruggevonden, zeg maar, in zijn woonplaats. En dat heeft echt, daar heeft hij heel erg lang over moeten doen. En heel veel onderzoek naar moeten doen. En dus een beetje dat doorzettingsvermogen of zo, dat vind ik dan wel heel erg interessant. Nog een andere goede film, The Untouchables. Dat is ook een maffiafilm uit die tijd. Waar het ook goed te zien was dat de maffia echt veel macht had in New York. En dat is ook een hele goede film. De meeste van mijn favoriete films zijn wel inderdaad van die oude maffiafilms. Beetje emotie erbij. Eigenlijk is het, en dat is wel een beetje in die andere films ook, een beetje de emotionele drama's. Dat vind ik goed. Ja, dat vind ik wel mooi. Het is een zware beproeving en vanaf de bank heel spannend om te zien. Ja, en waarom spreek je dat aan? Nou, ik hou ervan om andere mensen af te zien. Ja? Ja. Dan voel je jezelf veilig. Dan voel ik mezelf veilig. Ja, en natuurlijk vind ik dat ook inspirerend. En ik hou er zelf ook van om af te zien en al die dingen. Maar de extreme dingen die zij opzoeken, ik zou dat nooit kunnen. Ik zou dat waarschijnlijk ook niet durven. Ik zou het in ieder geval niet doen. Op Netflix staan best wel mooie documentaires. Ook over bijvoorbeeld fitness en over vlees eten. En milieu, die dingetjes. Ja, dat zijn wel onderwerpen die jou aanspreken. Ja. Ja. En waar komt dat door, als ik vragen mag? Ik ben zelf heel erg bezig met mijn gezondheid en hoe de wereld een beetje in elkaar zit. Dus ik denk dat ik daar heel erg veel uithaal in ieder geval. En ziet u wel iets over Nederlandse documentaires af en toe? Ik vind het niet zoveel bijzonders hier hoor. En zeker nu in de vakantie, als je ziet wat op televisie is, dat is echt om te huilen. Ja, weet je, ik ben niet ontzettend van arthouse, maar dingen zoals bijvoorbeeld Captain Fantastic. Waarin je gewoon kijkt, waarin je op een andere manier naar de maatschappij leert kijken, vind ik ook wel heel leuk. Ja, want wat spreekt u daarin aan? Nou, er wordt heel erg gekeken hoe we zijn afgedreven van... van onze basis eigenlijk. Maar ook een hele leuke manier waarop bijvoorbeeld naar godsdienst wordt gekeken. En op een hele ontnuchterende wijze. En waarom vieren we kerst? Dus dat, en dan gaan ze een ander soort feestdag creëren. Dan kijk ik wel eens Nederlandse films? Niet heel vaak. Ik vind toch qua acteren meestal... het is niet heel erg geloofwaardig soms. Vlollig. Nederlands film. Ook goed. En ziet u dan een verschil tussen Nederlandse films en Amerikaanse of Engelse films? Tuurlijk. Kunt u dat toelichten? Ja, Amerikaanse films zitten een hoger budget, hè, mooiere films. Hè. Ja? Ja. En waar blijkt dat dan uit? Nou, mooiere explosies, mooiere beelden, alles is net wat mooier. Niet veel, wel af en toe, ja. Ja. En wat voor films kijk je dan? Dat zijn een beetje de cheesy films, dus romantische comedy, zeg maar. En wat vind je daar leuk aan?
Ik vind het vooral een beetje leuk om te kijken, om te ontdekken hoe die Nederlandse acteurs en zo zijn. En ja, hoe dat een beetje nu in zijn gang gaat, zeg maar. Het is niet per se omdat ik echt het verhaal erg leuk vind. Nee, Nederlandse films kijk ik eigenlijk helemaal nooit. En ik denk eigenlijk dat de meeste Nederlanders niet zoveel Nederlandse films kijken. Waarschijnlijk heeft het ermee te maken dat gewoon Nederlandse bedrijven niet dezelfde budgetten hebben als in de Verenigde Staten, denk ik. Dat is waarschijnlijk een van de redenen dat die films gewoon niet zo, ja, minder goed zijn, denk ik. En dat is waarschijnlijk ook de reden waarom de meeste Nederlanders niet zo van Nederlands films houden. Ja, vroeger keek ik wel veel de Nederlandse romcoms. Dat vond ik toen geweldig. En ik moet zeggen, nu vind ik Sof of zo, vind ik wel heel leuk. Vind ik heel grappig, goed gespeeld. Sof is een dame die een eigen kookstudio begint thuis. En, een hele bekende Nederlandse film volgens mij. Een hele bekende Nederlandse film. En ze heeft wat ja, problemen met haar relatie. En die man gaat met een ander. En zij ontmoet ook een ander. En, nou, dat wat is allemaal drama, maar ook heel grappig. Niet zoveel. Ja, ik kijk af en toe met de kinderen mee naar Nederlandse kinderfilms. Maar dat in het Sinterklaasseizoen of iets dergelijks. Maar niet veel, nee. En wat ligt dat aan? Dat je Nederlandse films niet zo interessant vindt? Ja, nou ja, misschien vind ik ze niet eens zo interessant. Maar ze komen niet voorbij. Ze staan blijkbaar niet in mijn Netflix-algoritme of in mijn Disney Plus. Staan volgens mij überhaupt geen Nederlandse films. In het verleden wel Nederlandse films gekeken. En dat waren ook dan niet altijd films waarvan ik dacht, nou, die wil ik wel, daar wil ik meer van zien. Dus de Costa of De Volle Maan. Dat echt niet aan te bevelen. En waar ligt dat aan? Ja, saai, flinterdun, slechte acteurs. Matige setting. Ja. Is niet helemaal jouw ding, merk je? Nee, kijk, zo af en toe komt er wat leuks voorbij. Maar ik heb toch het gevoel dat de Nederlandse filmscene niet echt goed is, groot is. Ik bedoel, niet zoals in Denemarken bijvoorbeeld. Die hebben toch wel echt een cultuur waarin dat mooi verwerkt zit. En daar hou ik dus ook wel van, die Deense films. Maar goed, in Nederland hebben we dat niet echt voor mijn gevoel. Bijna niet. Nee. En waar ligt dat aan? En de toon van waarop mensen praten, spreken. En dat vind ik ook lastig vaak met Nederlands toneel. Ik vind het net wat gekunstelder klinken vaak. En dat is heel lullig, want er worden hele goede Nederlandse films wel gemaakt, maar ik doe het niet zoveel. Dus, ja. Terwijl ik vroeger ook gewoon naar Goede Tijden, Slechte Tijden keek. Kunt u vertellen wat Goede Tijden, Slechte Tijden is? Een soapserie. Niet kijken. Ik ken mensen die al 30 jaar kijken. Ik denk, op een gegeven moment gaat elke verhaallijn, die komt terug. Gewoon op een andere manier bij een ander personage. Kan niet. Hoeveel ellende kan er personen overkomen? Niet zoveel. Nou, Daroen, dat heb je goed gedaan. Wat vond je ervan? Dankjewel, Tim. Ja, ik vond het heel erg leuk om deze eerste video te maken. Leuk om verschillende mensen te spreken, om over verschillende films te praten. En wat ik heel erg interessant vond, was dat Nederlandse films niet zo populair zijn onder Nederlanders. Nou, dan komt hierbij mijn eerste video tot een einde. Vergeet je niet te abonneren. Vergeet niet even op het like-knopje te drukken. En graag tot de volgende. Tot ziens.